Stalvaste. Stalvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Luister naar Stalvaste Radio. Zit rustig en er gaat goede muziek aankomen. Beste mensen, Stalvaste Radio en we zouden natuurlijk naar Mielen Sommerfestival gaan. Het is een beetje anders weer, maar ik kom niemand minder tegen dan Mr. Diaspora himself, meneer Robbie Makko. Hoe gaat het nu? Prima, prima Ray. Hoe gaat het ermee? Komt je wel aan, brother? Lekker. Yes, hoe gaat het? Blij je te zien, blij te zien. Oeh, het is een beetje anders weer vandaag, maar toch. Je ziet, mensen komen toch. We staan precies tussen de Surinaamse en de Nederlandse vlag. Wat doet het met je? Kijk, dit is precies waarvoor we staan, hè. Dit is Diaspora. Beide vlaggen en een talk en het weer is ook slecht. Het weer in Suriname als het gaat om economie, als het gaat om, laten we zeggen, armoede. Het is precies zo. Het is een beetje guur, het waait hard. Het is niet wat het wezen moet. Dus zeer toepasselijk, symbolisch. Maar we breken dat toe naar Milan. We breken dat Kwakude. Want hier is Den Haag en daar is Amsterdam. Klopt. En die festivals moeten we hebben, vooral voor de mensen die niet op vakantie kunnen gaan. Om ervoor te zorgen dat we met elkaar een mooie Milan betekent samenkomst hebben. Robbie, als je zo een beetje kijkt naar de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Hè, hoe peil jij een beetje wat hun betrokkenheid is bij Suriname op het moment? Zijn ze heel erg, benaderen ze jou heel vaak? Jullie zijn natuurlijk... van de afdeling, de regerende partij nu momenteel in Suriname. Jij bent een van de ambassadeurs, zeg ik maar, in Nederland. Merk je dat mensen in Nederland heel erg betrokken zijn bij hetgeen Suriname, familie, de situatie in Suriname? Hoe ervaar jij dat? Het is vooral negatief, omdat er social media is. Kijk, als er sprake is van armoede, als er sprake is van inflatie, komt dat allemaal gewoon zo. Alas Andiri. Ja. Inoman kisa gezondheidszorg zijn bij Wani. Bij wijze van spreken, olie komt 45 SRD. Hier is het ook 2 euro something. Ja. Dus alas Andiri, dan ga je het voelen in je zakken. Dus die betrokkenheid is eigenlijk negatief. Negatief. Maar, Asanawan, methode om aan de hand van communicatie, om dat te doen kantelen. Kijk, hier moeten we ook de mensen als we vragen moeten beantwoorden. En Ray. Ja, maar wat wil je precies kantelen? Want het is volgens mij wel realiteit. Als dat moeilijk is. Ja, in kantel, omdat je verplicht moet kantelen. Kijk, we hebben beloofd, we gaan naar Diaspora Fonds en Kapitaal. Ja. Naar UNECOM. Ja. Dan moet je kantelen. Dan moet je vertellen waarom het niet gebeurt. Of ze erin geloof hebben of niet. En kijk, de feiten zijn hier. Er zijn veel toeristen vanuit Suriname op dit moment hier. En straks gaan er nog meer komen, want 18 augustus is vakantie op Odape. Ja. Maar er zijn vooral mensen die met SLM daar zijn. Is de Ubewa Diaspora bijeenkomst in Almere. Het was ook chockvol, voor de goede doelen. Dus die betrokkenheid is er, waarbij men steeds vraagt, zijn een pakket kono, zijn score materiaal kono, tjara boskopu kono. Want jullie hadden toch beloofd, en het is niet erg
om meer te sturen naar Suriname. Maar we hebben meerdere dingen beloofd. We schaffen visum af. We hebben vorige keer erover gesproken. We hebben meer dingen beloofd. Laat me je zeggen, een van de meest belangrijkste sani voor Nana, naar mijn baby ook toe, ik wil een zorgautoriteit hebben in Suriname. En laat me het ook zeggen, Nederland helpt om Suriname een zorgautoriteit te geven. En ik hoop dat de mensen luisteren. Wat is een zorgautoriteit? Een zorgautoriteit is precies zoals je in Nederland hebt. Een autoriteit die onafhankelijk is en die alle indirecte werkzaamheden van alle ziekenhuizen gaat nemen. Tewanga dat er aan Asrana. Jouw afspraak te Juru Bakana. Ait Juru in de academie ziekenhuis. Te Juru in de academie ziekenhuis. Je wordt misschien virusmiddags geholpen. Dus een afsprakensysteem niet go. Una ting. We hebben wel een horloge in Suriname, Casio, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar we hebben een juiste afsprakenstelsel. Een tweede sana, een verzekeringsstelsel. Jouw landman tegen Sarna. Je moet bang zijn om ziek te worden. Want je hebt Atjoni ziekenhuis. Betekent dat misschien het is leeg. Maar België wil Atjoni ziekenhuis helpen. En België wil technici sturen. De zorgautoriteit is dat je alle human resource management, verpleegsters, opleidingen en tewansani, Robbie, je moet organiseren. Hoe loopt dat politiek, maar is het niet een beetje de put dempen als het kalf verdronken is? Nee. Want het gaat al jaren mis, hè? Het is niet alleen vanaf de afgelopen 3 jaar. Maar bij aantreden van de regering wist men al dat een van de cruciale punten gezondheidszorg was. Heel basaal en heel moeilijk. En we praten wel over een kleine bevolking. Hoe komt het eigenlijk? Je hebt natuurlijk te maken met leegloop van personeel, noem het maar op. Er wordt heel vaak beloofd aan loonsverhoging of vakantiegeld of dit, maar die dingen blijven uit. Dus als je wel, je kan wel een zorg, hoe noem je dat? Zorgautoriteit. Een zorgautoriteit neerzetten. Maar ik denk dat je eerst moet, van onderen moet zorgen dat het begint te functioneren, toch? En de mensen redelijk moet betalen. Ja, dat klopt. Maar zorgautoriteit zal waarschijnlijk gefinancierd worden door Nederland uit het Makandra-project. Nee, dat begrijp ik. Dus ik wil het moment ook gebruiken om mensen die denken dat ze programma-manager, programma-directeur kunnen of willen worden, vooral diaspora-mensen, om te solliciteren. Want die vacature-omschrijving, die ga ik vanavond dan misschien op Facebook zetten. Maar we zoeken een moderne programma-manager. Ja, je moet van onderuit beginnen. En onderuit beginnen betekent dat je het schoolsysteem, onderwijssysteem op orde moet krijgen. Maar Tata Collins school heeft 0% geslaagde. Maar Swami Dayanan school in Benningspark heeft 100% geslaagde. Laat me lopen voor Robby. Nee, maar we moeten met feiten praten. Zorg toch niet dat we wel onderwijs. Mag Robby me lopen hier, hè? En laten we de luisteraars even groeten. En we blijven in gesprek, hè? Want we hebben veel met elkaar te praten. Ik wil ook vanuit deze plaats alle mensen die vanuit Suriname kijken naar Nederland, Milan, vandaag is de laatste dag. Vergeet niet, diaspora blijft onafhankelijk. Hè? Diaspora gaat integer. We hebben akkoord van Dubai. En we gaan het akkoord nakomen. Ik ben een optimist. Tot in de kist. We volgen Chris Rankelauwen is hier. Ja, speciaal daar. Okay, straks in die kleine zaal. En waarschijnlijk komt hij op grote podium. Laten we hem ook een warm onthaal geven. Gaan we doen. Want we gaan Trinidad, Guyana, Nederland, Suriname met elkaar verbinden. Ik ga na jou ga ik Chris Rankelauwen interviewen. Het is een goede volgorde. Dus laat hij goed zingen, zodat het niet meer regent. Abo, dankjewel Robby. Dankjewel, brother. Maar het weer is wisselvallig. Heb je ook niet in de hand natuurlijk. Het is wel gezellig moet ik zeggen. Hopelijk kunnen wij ook nog lekker optreden strakjes. Maar het is allemaal hangen van het weer. Ik ga straks optreden. Wat kunnen we mensen wachten? Hoe lang doe je zo? Ongeveer 20 minuten. Ik heb een mix van nummers. Ik heb Pramila meegenomen. Met wie ik samen een nummer heb. Dus heel veel dans. Heel veel energie. Chutney, Bollywood, van alles. Je fans in Suriname, wat wil je mee willen zeggen? Ik hou van jullie, ik kan niet wachten om weer in Suur te zijn. Jullie zijn echt top. Ook voor mensen in Nederland, al mijn supporters. Je hoort het misschien niet vaak van mij, maar ik waardeer jullie echt. En ik hoop jullie allemaal te ontmoeten. Ik zie al jullie berichten. En ik vind het super lief, doet me heel goed. Het geeft me heel veel kracht, heel veel energie om door te gaan. Dank jullie wel. We're gonna make it.
Wel echt geweldig. Hier voor je doet ze ook super mooi mee. Dit was het niet. Ik wil iets voor jullie doen. Voordat ik een verrassing oproep. Maar daarmee heb ik jullie medewerking bij. Check ons op stanvastradio.nl.